Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel Met Mij kanaal. Dit hier is de nieuwe vuilniswagen van Playmobil uit de City Action serie. Dit is een hele coole speelgoedset, maar zo cool ziet het er nu nog niet uit, want er ontbreken nog wat onderdelen. En ook die container, alles moet nog in elkaar gezet worden. Laatst had ik een unboxing van deze speelset. Hier heb ik de poppetjes. En vandaag gaan we deze set in elkaar zetten met jullie samen. Dat gaat relatief snel. Er zitten 40 onderdelen erbij en het Playmobil nummer is 6110. Dat is dus het Playmobil nummer en dan gaan we nu direct beginnen met onze vuilniswagen. Hier heb je de vuilnismannen, die werken bij de afvalverwerking. En die willen wat afval inzamelen, maar zoveel hebben ze nog niet. We moeten ze natuurlijk dan nog eventjes helpen met wat afval maken. Dan gaan we eens kijken. Laten we maar beginnen met deze wielen. Zo. Zo. Ik moet zeggen, ik heb altijd het meeste problemen met wielen als ik iets ga opbouwen. Zo, dan komen de velgen er nog bij. Zo. Hopsakee. Dan nog een paar andere onderdelen, die zal ik zo meteen eens even laten zien. Dit komt hier aan vast. Zo, de velgen zitten erop. We zien het hier. En dit moeten we in totaal 3 keer doen. Dat zal ik even snel doen. Zo, de wielen zijn klaar. Die kunnen we nu vastmaken aan de vrachtwagen. Maar daarvoor hebben we deze dingetjes nog nodig. Kijk, zo gaat dat ook al prima. Deze komen hier onderaan vast. Zo. En dan moet het klikken. Zo. En dan hier ook nog. Zo. Dat heeft ook geklikt. En de truck die rijdt. Dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk, maar we zijn nog helemaal niet klaar. Het dak ontbreekt natuurlijk ook nog, dat moeten we er ook nog aan vastmaken. En hier ontbreken ook nog wat dingetjes. Hier zo. Dit zijn de lichten. En dan komt er nog een sticker op. Dat is deze. We hebben nog een heleboel stickers. Die gaan we zo meteen eventjes snel doen. Zo. Die zit eraan vast. Het is 1580. En wat ik nog vergeten was. We hebben nog een brandblusser. Dat is natuurlijk altijd handig. Je weet maar nooit of je het nodig hebt. Misschien vliegt er een sigaret in de fik en dan gaat het afval branden. En dat moet natuurlijk dan geblust worden. Dat wil je uiteraard niet. Je moet natuurlijk ook niks brandends in bij het afval gooien. Dat is gevaarlijk. Maar goed, mocht het gebeuren, dan heb je in ieder geval een brandblusser. Daar komen zo meteen de bestuurder bij. Nu hebben we 2 poppetjes. De ene die zetten we daarbij. Maar nu eerst alle stickers. Dat zal ik even snel doen. En daarna gaan we weer verder met de containers. En dan zijn we eigenlijk al bijna klaar. En dan kunnen we de functies eens eventjes gaan uitproberen. Maar nu eerst eventjes in het snel alle stickers. Oké. De stickers die zitten erop geplakt. Hier heb je het kenteken, de lampen en hier nog wat stickers. Het ziet er in ieder geval al heel goed uit. Alleen moeten we nog eventjes verder gaan. Hier hebben we namelijk ook nog twee kleine onderdeeltjes. Zo. Oké. De andere functies zal ik jullie zo laten zien. Dan hebben we nog wat kleinere delen. Oeps, en toen viel alles helemaal top. Dan hebben we deze onderdelen eens even kijken. Oh, precies dat onderdeel heb ik nodig. Eerst hebben we die gele nodig. Die maken we hier aan vast. Zo kunnen de poppetjes zich vasthouden. En dan kunnen ze er achterop staan. Dat ziet er in ieder geval al heel stabiel uit. Dat vinden we hartstikke leuk. En dan kunnen we eigenlijk verder met de container. Dat gaat iets sneller dan met die vuilniswagen. Dit is iets simpeler ook. Dit is voor de grote. En dan 2 keer voor de kliko. Eentje hier. En eentje hier. Zo. En zoals ik al zei, hier ontbreken nog wat stickers. 2 moeten er hier op komen. Even kijken. Die zo. En eentje hier. Dat is het recycling logo. Dat betekent dus dat je iets opnieuw kunt gebruiken als je gaat recyclen. Dan hebben we hier nog het mutsje dat je op kunt zetten. Deze hier ook voor de bestuurder. Die kunnen we ook zo doen. Het ziet er wel grappig uit. Maar we doen hem wel even zoals het altijd gaat. Dat past prima. Oké, dan de laatste container. Moeten we natuurlijk ook nog even in elkaar zetten. Deze hier, zodat je hem kunt trekken. Zo, dat heeft gewerkt. En dan de allerlaatste sticker. We hebben er verder geen meer. Zo, en deze moet hier zo. Ja, die komt hier aan vast. En dan nog de klep. Zo, en dan past het. Nu moet hier natuurlijk nog afval in. En dan gaan we jullie eens alle functies laten zien. Daar gaan we misschien gelijk maar mee beginnen. Ik doe even het afval weg. Dat komt er zo meteen juist bij. Zo. En we gaan eens eventjes kijken naar de vuilniswagen. Hier hebben we de lichten. Zo weten de mensen ook. Oh, de vuilniswagen komt eraan. En hier kun je natuurlijk een poppetje neerzetten. Dat doen we zo via het dak. Dat is toch altijd het makkelijkst. Zo, dat werkt. En dan de lichten erop. Hier hebben we de stickers erop geplakt. Ik vind het er heel mooi uitzien. De container die is blauw en die kunnen we keepen. Dus dan kunnen we deze legen. Dat is natuurlijk een heel mooi systeem. Ik geloof dat je hem alleen niet zo kunt laten staan. Dat is wel een beetje lastig. Verder kunnen we hem ook helemaal openmaken. Dan kunnen we iets eruit halen. Of dan gaat het in ieder geval makkelijker. En we kunnen natuurlijk ook zo de containers erin zetten, de kliko's. Dat is makkelijk als je mee wilt nemen bijvoorbeeld. En dan hebben we hier nog wat om vast te houden. Dat had ik jullie al verteld. Dus dit poppetje kan er zo staan. Zo, even een beetje vasthouden. Zo, en dan kan hij gaan rijden. Hopsakee. Maar waar komt dat afval erin? Dat komt hierin. En hier heb je dan de kliko, die maak je eraan vast. Je doet hem naar achter. Zo. En dan moet je dit dingetje, wat je hier ziet, dat moet je eraan vastklikken. Nu kan die er ook niet meer van afvallen. En dan met hulp van dit stukje, dat kan natuurlijk een Playmobil poppetje doen, maar je kunt het ook zelf doen. Dan kun je dit omhoog doen. Het figuurtje moet even aan de kant, anders lukt het niet. Zo. En dan komt dat er hierin. Het afval valt hier dan automatisch in. Dat gaan we zo meteen dan eens even testen. Maar eerst gaan we het nog eventjes testen met een grote container. Even de klep open, dan ook weer vastklikken. Dan gaan we eens even testen. Omhoog ermee. En dan zorgen we ervoor dat al het afval eruit gaat. En ik heb al gezegd, we hebben al wat afval geproduceerd. Bijvoorbeeld hier. Zo, ik vouw dit eventjes samen. En dat komt dan in die container. Dan hebben we hier nog wat afval. Zo. Ik denk dat ik eventjes wat papiersnippertjes ga maken en dan eens kijken wat er gebeurt. Oh, we kunnen geen feestje houden. We zijn een huis vergeten. We moeten naar rechts en dan moeten we nog eens eventjes de vuilnis ophalen. En dan gaan we een vrije dag. Oh, stoppen. We zijn er. Ja, is goed. Oh. Huis nummer 14 heeft altijd zoveel afval. Nou ja, weg ermee. Ja, je kunt het omhoog doen. Nou, daar zijn we weer klaar mee. Dit is het laatste. Ja, daar gaan we dan. Ja, daar zijn ze weer, onze vuilnismannen. En ze hebben het afval in de container gedaan. Kijk, ze zijn nu leeg, de kliko's. Maar kijk, nu gaan we in de container kijken wat daarin zit. Jullie hebben het al gemerkt. Het was een beetje lastig met die grote container, maar je kunt natuurlijk een beetje helpen zelf. En hier zie je dan het afval erin zitten. En we kunnen het afval er ook weer heel makkelijk uithalen. Zo, hup, en dan schudden we er een beetje mee. Dan komt al het afval er weer uit. Oké dan. En Paul die kan hier achter weer gaan staan. Zo. Heel goed. Hier heb je dan de kliko's. Dit is de nieuwe vuilniswagen van Playmobil. Hopelijk vonden jullie de video van vandaag leuk. Oh, hij heeft hier trouwens nog een walkie-talkie die ik vergeten ben. Daarmee kon hij natuurlijk bellen met de bestuurder dat de klep omhoog moest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden vandaag. Met deze demo video van de nieuwe vuilniswagen van Playmobil uit de City Action serie. Ik vond het heel leuk om te doen. Geef een reactie wat jullie ervan vonden. Misschien hebben jullie ook een idee voor een verhaal. Dus ja, laat het maar weten. En ja, dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!